CML is een Montessori-school met aantal speerpunten. Dus Montessori-karakteristica, wereldburgerschap, heel belangrijk. En waar zie je Montessori-aspect terug? In sociaal leren, hoe we met onze leerlingen omgaan. Maar daarnaast ook wat wij van onze leerlingen verwachten. Wij zijn begonnen als een school voornamelijk met een zwarte populatie. Maar het wordt steeds diverser, want een van de speerpunten van CML is diversiteit. Geen zwarte of witte scholen, maar een afspiegeling van onze samenleving. En wat zie je, tweede en derdejaars, of huidige leerlingen, dat ze toch wel behoorlijk divers zijn. En diversiteit zien we ook als diversiteit in sociale klassen. Niet alleen laagopgeleide ouders, maar ook hoogopgeleide ouders. Niet alleen jongens, maar ook evenredige aantal meisjes. Dus dat is onze ambitie. En dat we dan ook in alle vlakken, onder docentenprofiel of onder leerlingenpopulatie, dat we dan ook de diversiteit realiseren. Met enige regelmaat krijgen wij leerlingen van groep 8. Dan krijgen wij hier op bezoek. Ze volgen hier robotica, astronomie, wiskunde en of Engelse lessen. Dat zijn leerlingen die in de klas zich vervelen omdat de leerstof, het niveau in de klas toch wel wat aan de lagere kant ligt. Proberen we de leerlingen op deze manier te prikkelen in een nieuwe omgeving, in een voortgezet onderwijs, in een middelbare school. Proberen we de leerlingen meer wat bij te brengen eigenlijk. Deze doorlopende leerlijn tussen groep 8 en het voortgezet onderwijs proberen wij ook te trekken met onze leerlingen en het hoger onderwijs. Onze leerlingen gaan met enige regelmaat naar universiteiten, waaronder UvA en de VU, waar ze in iets labs biologielessen gaan doen, proefjes gaan uitvoeren samen met studenten. Wat typerend is, is de manier waarop wij robotica geven aan leerlingen van het basisonderwijs en leerlingen van de brugklas, is dat het heel erg visueel is. En de leerlingen die kunnen dat gewoon eigenlijk zelfstandig, eigenlijk in groepjes, dat redelijk zelfstandig doorwerken. En het mooie van robotica, zoals we dat uitvoeren hier bij het Cosmicus Montessori Lyceum, is dat het lesmateriaal eigenlijk geschikt is voor zowel de leerlingen die eigenlijk al in groep 8 zitten en hier komen. Maar het is ook zeker geschikt voor hogere jaars leerlingen, zoals leerlingen van HAVO, VWO 3, 4, 5 of 6. De leerlingen die al vrij ver zijn, die in het derde of vierde leerjaar zitten, die worden ook ingezet om de leerlingen die er eigenlijk net aan beginnen, om hen te helpen, om hen te ondersteunen. Nou, daarmee bereik je eigenlijk een aantal belangrijke doelen, namelijk als jij zelf iets aan het overdragen bent qua kennis, dan zorgt dat ervoor dat je het zelf ook beter weet. Wat we nu doen is, er wordt lesgegeven aan eerste klassers, groep 8 leerlingen en derde klassers. Momenteel zijn eerste klassers nu les aan het volgen van robotica. Wij hebben eerder in de eerste en de tweede klas ook robotica les gehad. En omdat wij er ervaring mee hebben, hebben we meegedaan met workshops. En in die workshops zijn we naar de basisscholen gegaan. En hebben we groep 8 en groep 7 leerlingen workshops zelf gegeven over robotica. Ons doel was met workshops om leerlingen kennis te laten maken met robotica. Deze robot is gebouwd door 8PLUS projectleerlingen. De functie van de robot is een lijn volgen, een routine volgen. Dan hebben elk onderdeel een functie. Bijvoorbeeld de lichtsensor, de ogen en de touchsensor. De programma's zelf hebben wij erop gezet. De 8PLUS projectleerlingen zijn nu bezig met het programmeren en leren over het programmeren. Ik vind het heel erg leuk om iets uit te leggen aan leerlingen, vooral over robotica, want ik heb er zelf ervaring mee. En zo later ook misschien een leraar wordt voor een klas en dat ik over techniek ga vertellen bijvoorbeeld.
Robotica op Cosmicus is een hele belangrijke middel om juist jongeren, onze leerlingen, vooral voor exacte vakken, warm te krijgen. En we doen het op een spelender wijs, dat de leerlingen met robotica aan het organiseren zijn, aan het programmeren, aan het samenwerken. En als wij richting kenniseconomie of kennisland willen doorgroeien, moeten we dan ook exacte potenties die wij in huis hebben, verzilveren. En robotica is een hele mooi instrument om dat te realiseren.